Ja, roep maar. Leuk dat je kijkt naar onze weekvlog. Geef alvast een duimpje omhoog en veel plezier met kijken. Het is zover. Ook Rick is door de manege geïnt. Daar staat hij. Moet ik niet over stenen heen rijden? 40 euro alsjeblieft. Hoeveel? 40 euro. Ja, precies dat. Nou, bedankt en tot later. Oh, je krijgt zo de autosleutel, want je zusje daar ligt. Oh, ik moet weg. Goed. Doei. Kijk, dit gaat straks met jumping ook gebeuren. Hier staan dan alle auto's. En dan loop je het paadje af. En dan zometeen mag je het brug over. En dan hier is het paadje. En de brug is open. Dat is toch cool, hè? Voor het eerst van deze keer. Deze kant bedoel ik natuurlijk. Helemaal leuk. Vandaag is carouselwedstrijden. Ik ben ringmeester. Dus ik ga me even melden en dan kijken. De eerste ploegen staan al klaar volgens mij. En dit is de carouselwedstrijd. Dat is toch leuk, hè? Oeh, nu heb ik er niet zin in. Ik weet niet of jullie dat interessant vinden, Hart voor Paarden fans. Maar ik en Tess en de beste parkeer, verzamelaar, geldmakers ever. Ja. Maar hoezo los? We gaan vandaag beginnen met de basisbeginselen van longeren. En we doen het in eerste instantie zonder lijn. Nee, dat weet je niet. Ja, tuurlijk wel. Maak het er maar los. Zo. Nu ga je zorgen dat je de hele tijd met je energie achter er blijft. Dan zeg je stap. Stap. Nee, je blijft hier in het midden. Oké. En je blijft gericht op haar kont. Stap. Stap. Sterren denk ik ga helemaal niet in stap. Ik ga liggen. Oké, dit zijn de basisprincipes van logeren. Ster, het was eigenlijk de bedoeling dat je ging stappen. Oké, nu. Stap. Ja, stap. Stap. Oh, andere kant. Ik denk dat Ster denkt, ik ben nog niet klaar met rollen. We hebben niet heel veel overwicht op dit moment, Tess. Beetje jammer weer. Oh, kijk, daar gaat ze zitten. Oh, nu zit ze. Ja, joh, blijft er bezitten. Oh, nog meer liggen. Tuurlijk, Ster. Tuurlijk. Heb je wat te poetsen. Oké, nou, even naar me luisteren nu. Je blijft stap. Achter haar. Je richt je buik. Je moet wel naar me luisteren. Je richt je buik op haar kont. Stap. Stap. Mijn schat gelijk. Goed zo. Met mijn suffe hoofd heb ik een of ander lampje aan laten staan omdat het raam niet dicht was. Dus toen was de accu leeg vanmorgen. Oh, mijn vinger, sorry. Maar, dat weten jullie natuurlijk, maar wij hebben een webshop, Beter Batterij. En wij verkopen dus batterijen. Daar heb ik er zelf een beetje verstand van. Maar, mijn man heeft er natuurlijk heel veel verstand van. Dus, wat hebben we nu? Een apparaatje. En die zit aan een verlengsnoer. En zo laat mijn accu dus gewoon op. Scheelt weer een belletje naar de ANWB. Ik wil natuurlijk wel het apparaat laten zien. Kijk, dit is het apparaat. Ik dacht al, het zijn toch niet alleen maar twee snoertjes. Nee, er zit een heel apparaat aan vast. En dat zorgt ervoor dat de accu opgeladen wordt. En ook het volgende veulentje is gebeuren. Evita en haar zoon Dexter. En daarachter zie je Caro met, weet je ook weer, Master. Dus we hebben nu Dexter van de Middenhof en we hebben Master van de Middenhof. Is toch cute dit, die kleintjes. Oh. Schatjes. Schattig hè? Ja. Mulan had geen zin om uit de wijk te komen. Dus dan wordt hij gehaald met het wagentje. Zonder overdrijven, volgens mij is Henja nu voor de 10e keer aan het rollen. Dus ik denk dat het weiland niet rolbaar genoeg is of zo. Zo doet ze maar hier. Oh, nou. Dexter was net aan het rollen. Dat was zo schattig. Kijk dan dat roze halsertje. Zo klein. Oh, daar gaat hij. Schattig. Nou. Te lief dit. Echt cute. Ja. Stop maar met film. Stond er toch nog één ergens? Oh, die staat daaronder verstopt. Dag Peulen. Rick vangt een Bonnie. Ja, hoopvol dit. Stel er eentje, zoek het maar uit. Kijk eens. Ah, dat is ze wel. Ja,
Ja, eerst je mond leeg eten. Nee joh, geef nou gewoon. Dat is zielig wat je doet. En nu? Waar moet je ook weer aan? De onderkant, zit een ringetje. Ik heb je. Nou. Ik heb een pony gevangen. Goed zo, braaf kind. Nee. Ik ga staan. Oh ho! 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 En vandaag ben ik met Veroontje aan het wandelen. Daar is Alice. Alice? Dat lukt me niet. Maar achter mij is Rick. Hallo. Met sterren. Ja, we zijn vandaag in de wandelmodus. Het is onze volledige kudde, geloof ik. Meer diertjes hebben we niet. Misschien nog een miertje en een spinnetje. Ja, we hebben Carl, onze huisspin. Maar voor de rest hebben we nu alles bij elkaar. En zo meteen dan nog even poetsen. Dan gaan we weer naar huis. Vandaag is Rick Sterren aan het poetsen. Volgens mij vindt Sterren het wel prima. We zijn lekker bezig samen, geloof ik. Tess moet deze week op tijd naar bed. En er is wel iets met sterren, maar dat gaan we van de week even vertellen. Want dat moet ik even uitgebreid vertellen. Dus niks ernstigs hoor. Daar hoef je niet druk over te maken. Maar. Dus nu is Rick eventjes en Tess die moest op tijd naar bed. Dus. En hoe is dat nou, pony poetsen? Haren, ik zit helemaal onder. Ja, dat heb je met schimmels hè? Ik ben helemaal wit. Helemaal wit? Helemaal wit. Helemaal wit. Vind je het wel leuk of dat wil je niet? Huh? Wandelen vond ik wel beter. Hallo. Beter oké. Okay. Beter oké. Okay. Hallo! Okay. Ja, ze vindt het lekker. Zo, lekker is Terry. Ja, lekker. Oeh, lekker. Ik ben hier zo helemaal niet voor gemaakt. Ja, je doet het anders prima. Ik ben nu op Tessa's nieuwe school. En wat doen we hier? Je wordt verzorgd. Voor? Moederdag. Alle moeders mochten de klas in en hebben een drankje gekregen. En uiteraard chocola. Dus ik ga verwend worden, geloof ik. Hallo. Hallo. Gaat het goed? Lekker hoor. Heb jij een mooie slierte, Ster? Mijn slierte. Lekker hoor. Ik heb dat in mijn spinschoentjes. Oh. Nou. Dan maar lekker op stal zetten. Gaan we naar huis? Ja.